allemaal, we zijn vandaag in Rotterdam. We hebben een mooie gast, YouTuber. De grappigste YouTuber van Nederland. Gaan we nu oppikken. Pakken. Pakken Bas. Pakken broer. Pakken broer. Pakken rustig. Rustig. Lekker. Dit is jouw buurt of niet? Ja, nee, het is niet echt mijn buurt. Je moet draaien. Ja. Ik ga je wel een stukje naar. Je moet zo niet zo. Je gaat ons Rotterdam laten zien. Huh? Pakken nee. Cool. 100. Je weet zelf wat daar is. Nee, je bent een ster in deze buurt. Nee, je hebt vroeg gewoon, man. Hey, maar goeie geurtje, man. Wat zeg je? Goeie geurtje. Ja, thanks, man. Wat is dat? Bro, dat is een hoge kwaliteit. Hè, hey, met die gordel, man. Je weet, we zijn jongeren werken. We kunnen niet... Sorry, kinderen. Sorry, het spijt me. Sorry. Je moet serieus... Sorry man, broer. Nou, hoe is het verder, bro? Goed? Ja, gaat goed, man. Lekker? Ja. Druk? Gewoon hard werken, man. Zo. Wat ben je aan het doen? Vroeg opstaan. Ja. En gewoon iets van je dag maken. Soms doe je niet veel, dat kan je weten. Ja. Maar soms moet je gewoon veel werken doen. Maar hoezo gaan de views minder? Komt dat door corona, man? Ja, komt door corona, man. Ja? Ja, komt door corona, man. Ben je nou met iets bezig dat beter gaat? Of, Ja, gewoon TikTok, man. Beetje... Die views gaan goed op TikTok. Pak bijna 100k volgers op TikTok. En gewoon zulke films maken. Nu naar links gaan. Uh-huh. Waar zijn we nou precies Rotterdam? Dat is centrum of niet? Nee, het is gewoon west, het is gewoon Delfshaven. Oh, dus hier woon jij ook toch? Nee. Ja, hier woon ik en ik heb ook andere. Hier in deze? Ja, deze flat. Nee joh. Ja, en we wonen ook daarachter. Dan gaan de views goed, vriend. Nee, bro. Doe jij even fucking. Niet zo, voilà. Gewoon hard werken, man. Ja? Maar wat doe je dan allemaal naast YouTube, TikTok? Heb ik andere dingen die lopen? Of ja, alleen, voetballen man. Ik ga weer terug voetballen. Je gaat terug naar Feyenoord? Ja, Feyenoord. Nee, het is geen tip. Ik ga Feyenoord weer spelen. Ja? Gewoon balie. Ja, dat dan. Weer lekker voetballen. Weet, ik heb het gemist toch? Weet, wanneer? Hebben ze begonnen met trainen? Nee, we hebben woensdag gaan we weer spelen. Ja, toch gewoon hè? Ja. Je moet even regelen dat die gewoon oefenen, man. Tegen wie? Madreros, man. Wij spelen eerst. MC Tunisie, broer. Ik houd niet echt mee bezig. Huh? Hey, maar broer, vertel. Waar ben je nou precies mee bezig? Dat je voor gaat zorgen dat die views beter gaan? Weet je het is? Bij YouTube weet je het nooit, toch? Maar ik ben bezig met een plan, weet je toch? Ja? En ik zit gewoon met mijn mensen. Gewoon zoekende. Gewoon wat goed is voor deze tijd. Wat we filmen. Begrijp je? Voor de rest van het raam. Maar die TikTok gaat wel lekker, dus. Ja, tuurlijk. Sowieso. Wat is het verschil eigenlijk met die TikTok? Naar links, het is gewoon van YouTube. Ja. TikTok kan je hebben, ik weet niet, is leuk. Weet je, veel kinderen kijken ernaar. Ja, en is dat groter dan YouTube dan Instagram bijvoorbeeld? Nee, toch? Dat weet ik niet. Maar ik heb het al, weet je, mijn basis op TikTok. En vanuit daar krijg je een beetje opdrachten binnen? Dat kan. Dus je bent eigenlijk influencer? Dus wat ben ik dan? Ben ik... YouTuber, influencer, voetballer, je doet alles? Nee, weet je het is, ik ben een allrounder man. Ja? Ja man, mensen zeggen maar je kan van alles. Maar ik zie de laatste tijd al die influencers rijden Lamborghini man. Waar is die Lamborghini van Larko? Nee, rechtdoor. Ik heb geen rijbewijs. Nee joh. Ik moet daar boven. Hierin? Ik heb geen rijbewijs. Maar vertel, wat doet een influencer allemaal? Voor de jeugd toch, een influencer hebben op kinderen. Let je er een beetje op als je een filmpje zou maken zo. Dat op andere influencers leggen? Nee, dat je een voorbeeldfunctie hebt voor de jeugd en zo. Ja, ik vind, ja, het is wel traan. Voor jongeren en zo, weet je? Dat is lang. Bijvoorbeeld, ja, die politieke correcte antwoorden. Ja, bro, bij mij, ik ben goed getraind en niveau. Dat is wat grap. Dat is politiek, hè, bro. Oh ja, grap. Hoe is het met Tozani? Ja, gaat goed, man. Ja? Je ging naar je telefoon kijken, je moet dat vragen, man. Ik moet vragen. Ja, bro, je doet zo die ding, en dan staat, je moet haar ook vragen hoe gaat het met Tozani. Ja. Je kijkt dat, hè? Dat moet je erin zetten, je moet er heel lang aan. Ja, we gaan die niet knippen. Nee, hij doet dat. Nee, hij doet zo. Hij kijkt in die toren en zegt, ja, hij moet ook de vraag, hoe gaat het met... Ik krijg altijd die vraag, hè. Gaat goed, ja. Man. Ja? Ja, man. Wat is eigenlijk voor jou geweest in jouw carrière? Ik ben nog, weet je het is? Ik ben nog lang niet daar waar het is, hè. Ja? Weet toch, ik vind dat, ja. Ik moet gewoon nog hard werken. Maar hoe is dat begonnen met Tozan? Hoe ben je ontdekt, zeg maar, via... Goed, toch, met tip. Gewoon, we hebben gewoon een goede band. Hij was daar al een beetje een broer voor mij. En hij zag talent in jou? Ja, gewoon wat ik doe toch. Maar wilde je van jezelf al op YouTube gaan doen? Of was het van dat hij jou heeft gepusht ofzo? Hij mag. Als je moet er iets mee doen? Ja, hij mag. Want had jij toen iets anders? Was dat je toen op school ofzo? Ik zit op school man. Nog steeds? Nee, ik ga niet meer naar school. Maar toen zat je op school en toen je... Wat deed je toen? Ik deed
VMBO, man. Kader, ja, man. Olaf, weet je hoe lang geleden? 10 jaar, per over 10 jaar geleden. Hoe heet dus je zat al op middelbare school toen hij op naar deed. Wat? Je zat op middelbare school al toen je met YouTube. Ja. VMBO kaart. Oh, nee, YouTube, de YouTube. Ja. Nee, daar zat ik niet voor. Hé, maar ik dacht toen hij mij leerde kent, zat ik op middelbare school. Oké, en wil je weer nog iets gaan doen met school of dat? Iets moet denken. Er is dan niks mis, een beetje bijscholen. Nee, man. Gewoon niet meer. Ja, weet toch, sowieso kinderen gaan naar sporen, maar. School is niet. Ik vind het wel leuk, maar. Ik vind dat je op praktijk. Ik ben van het doen, begrijp je? Ja, ik ben niet iemand die. Ik ben, ja, leren. Maar ik ben meer iemand die dingen doet. Je bent praktisch ingericht, ja. Zo maar te zeggen. Veel mensen hebben dat. Zo, je hebt mensen die theorie en je hebt mensen die praktisch. Ik ben van praktisch. Ja, mooi eetzaak hier, man. Niet goed eten hier in Rotterdam. Wat kunnen we straks goed eten? Surinaams ergens. Iedereen houdt van. Pakapa! 100! Wat kunnen we straks eten hier? Ik weet het niet. Wat vind je lekker? Surinaams, ik wil goed Surinaams eten. Kan je wel naar een winkel brengen? Dit kruiskaart is wel een beetje bekend. Ik zag gisteren op Instagram Lexus zo'n kruiskaart komen. Dit is kruiskaart. Maar naar KFC, waar is KFC? Deze. Wat? Deze? Zie je al die kinderen zitten op hem te wachten, of niet? Zie je wachten op hem? Zie je daar allemaal kinderen zitten te wachten op Lexus? Serieus? Ja, kijk maar, vraag maar dan. Ze zeggen, wie wacht hier? Nee, ze wachten op Lexus. Vraag ze dan. Hey, wacht jullie op Lexus? Wacht jullie op Lexus? Ja. Waar is die? Hij komt eraan. Je bent die boy. Wil je een show doen met Instagram? Ik ken je, man. Hey, ik dacht, hoe heet je ook weer? Ik heet Jani. Jani, man. S.O. naar Jani, man. Jij bent een baas, man. Ja? Laat niemand je gek maken, hè? Ja. Het is de R tot de O, het is gewoon. Ken je mij niet, hè, broer? Het is gewoon een kent mij. Nee. Ah, ken je mij niet? Nee, laat, man. Doe je best, hè? Later, hè? Nee. Hey, pa! Yo! Peter! Ik kan ook met dat. Ik ben hier! Oké, dan blijf geef anders, geef anders, geef anders. Oké. Yo, Lexus! Hoe is broer? Liefde maar, broeder, we komen eraan, ja? Ik ben aan het opnemen, wacht, ik zet jou even op beeld. Zeg, je moet even shout-out doen naar Nijmegen. Hij is wel een fucking cabrio gekomen. Oké, duidelijk. Maar dat is slecht. Maar bijvoorbeeld, je ziet, dat is zo'n Lexus. Hij gebruikt echt zijn Instagram om... Dat is goed in werk gemaakt. Hij helpt kinderen. Ja, hij, dingen, hij verdient er ook aan. Wie hij? Ja. Dat is zijn werk. Had Nadana die verpots had hij? Ja. Nou doet hij iets met loterij of zoiets. Goed. Volgens mij heb je ook niet door hoe bekend jij bent bij de jongeren. Bijvoorbeeld bij ons in Nijmegen, al die jongeren zijn helemaal gek op jou, man. Zonder? Ja, zonder grap. Maar heb je dat besef niet? Jawel, maar sorry. Ik houd me wel mee bezig, maar dat niet op. Of je bent extreem bescheiden. Nee, niet dat, maar ik vind gewoon altijd lauw dat mensen dat vinden. En voor die kinderen. Ik doe gewoon niet op, ik probeer gewoon positieve dingen te doen voor die mensen. En muziek, wil je iets met muziek gaan doen later? Nee. Huh? Ik wil gewoon naar pokken luisteren, een beetje klaar. Zelf niks meer. Nee. Ik wil dat niet. En jij, hoe gaat het met jou? Ja, goed man, gewoon lekker jongerenwerk. We zijn nu bezig met die online jongerenwerk. Windkracht 10. Hoeveel abonnees hebben jullie op YouTube? Wij zijn geen YouTubers of zo dat we viewers willen. We willen gewoon dat we de jeugd wat mee kunnen geven. En dat doen we als jij bijvoorbeeld wat. Dit laten jullie ook zien aan die boys van de beer. Ja, gewoon jongens uit Nijmegen. Ik zet het op mijn Instagram, we gaan dit ook op YouTube zetten. En het is belangrijk dat jij de jeugd een bepaald boordje gaat geven. Kijk, als het van mij komt, natuurlijk zijn er jongeren die luisteren en zo en willen de jongens op het rechte pad houden. Maar als het komt van hun voorbeeld, in dit geval jij. Dan komt dat wel beter aan bij de jongeren, begrijp je? Ja. Wat je ook nou ziet, de jongeren zijn bezig met lachgas en zo, dat soort dingen. Wat vind je daarvan? Ja, ik weet toch. Ik ga eerlijk zeggen, ik vind sowieso niet flexie van doen. Nee? Maar ik heb het ook nooit gedaan, weet je toch? En wat zou jij de jongeren adviseren daarover, man? Nee, niet doen, man. Ja? Ja, man. Ik doe gewoon goede dingen, maar dat, ik vind jij. Ik zag gisteren ook dat je een filmpje had voor de jongeren. Wacht, ik ga hem even afspelen, dan gaan we luisteren. Jouw Insta-verhaal. Wat had hij? Wacht.
Gaan we daar luisteren en dan. Gaan we verder, iets verder dan een week of 10. En dan actief. Het is de R tot de O, het is gewoon radical. Ik was vroeger super onzeker over mezelf. En ik dacht van, weet je wat? Ik ga in de spiegel kijken en ik ga zeggen tegen mezelf, hey radical, ik ben trots op mezelf. Dus als jij je onzeker voelt, laat niemand je gek maken. Je weet toch, als iemand iets over jezelf, dan moet je zeggen, weet je wat? Als mijn moeder zegt dat ik de beste kind van de wereld ben, ben ik trots op mezelf. Je weet toch? No cap. Dus als je gewoon flex in die libie, je moet gewoon niet onzeker zijn. Doe je ding, voel je droom. Heb je een droom? Toch? Maakt niet uit wat je wilt doen in je leven, voel je droom. Dat is mijn moed. Sorry dat ik het zo vertel. Je moet gewoon doen wat jij wil. Je ziet ook grappen eraan komen. Ik probeer ook misschien af en toe een moedfilmpje te maken. Dus doe positieve dingen. Ja, laat je moeder of je vader, iedereen in je gezin, laat ze gewoon trots op jezelf zijn. R tot de O. I love you. Ma, no cap. Ah, no cap. Ah, hey, ah, kijk, nee, ja. No cap. Dit zijn mooie dingen, man. Dit zijn mooie dingen. Maar heb je dat bijvoorbeeld... is iets wat je vaker wil, omdat je de jeugd gaat... Ja, ja, kijk, weet je, dus, ik ben niet die boy die van die zulke boodschap. Maar toen dacht ik van, laat me gewoon één keer proberen een boodschap te brengen aan die boys en die meiden. De goede, de positieve dingen, begrijp je? Krijg je ook veel reacties? Ja, die jongens, ja. DM's en zo. Ja. Kun je een voorbeeld voor een DM die je kan doen? Ja, dat die jongeren zijn situatie uitlegt ofzo. Ja, je weet toch, iemand zei een keer tegen me, je weet toch, door jou voel ik me goed, ik werd altijd gepest. En ook zie je in jullie vier filmpjes met Tuzani en zo, dat jullie elkaar dissen en zo, maar dat het gewoon het grappig is, weet je toch? Ja. Dat vind ik wel traag om te zien, dat die kinderen... Wat doet dat met je? Als persoon zijn? Ik vind het gewoon traag. Ja? Ja? Soms vroeg in het begin, vond ik het een beetje raar om dat mensen me gaan aanspreken. Mag foto's, maar nu vind ik het gewoon uit liefde. Dus als een fan me wat vraagt of iets, ja? Ik doe gewoon flexie. Man. Ik geef, als ik tijd heb, heb ik tijd. Als ik geen tijd heb, heb ik geen tijd. Met alle respect, hè. Ja. Soms zit je ook niet in je veld, toch? Je bent een mens. Dat is niet maar dan gewoon, arrogantie of zo. Nee, dan probeer je gewoon je best uit jezelf te halen. Maar het is gewoon lauw. De buurt waardeert je ook. Ja. Dat is ook flexie om te zien. Dat gewoon de buurt ook achter is, Delftsavond. Ja, wat vindt de buurt van Wenen allemaal doet? Of had je niet in het begin dat die jongens zeggen, vriend, wat ben je aan het doen? Nee. Je weet hoe dat gaat soms, nee. Jongens die jou, die gaan uitlachen omdat je bepaalde filmpjes maakt. Nee, het was gewoon vanaf het moment één, iedereen stond achter je. Ja, natuurlijk, nog steeds. Ja? Want ik had een keer zo'n interview gezien van Mobisa bijvoorbeeld, hij zei dat die jongens die gaan zeiden van, wat ben je aan het doen, jongen, dit en dat. Oh. Later moet je nou kijken. Nee, ik weet echt niet, man. Nee, heb je die interview gezien? Ik weet dat, weet ik niet. Dus je buurt gewoon vanaf het moment in, heb je echt wel een keer haat meegemaakt, bro? Nee, echt niet. Nooit? Bro, mijn buurt is real, bro. Dat ik is... heb niet bijvoorbeeld vanuit jouw buurt, maar bijvoorbeeld van buitenaf of zo. Ja, nee. Nooit bro, haat gehad? Delfshaven staat altijd achter mij, dat weet toch? Ik heb het niet over Delfshaven, ik heb het over het algemeen. Algemeen? Ja, natuurlijk krijg je haatcomments. Ja? Wat doe je zo? Maar niet in mijn gezicht, altijd de reacties. Maar bijvoorbeeld... Wat zou jij dan, als je jongeren zijn, bijvoorbeeld als je zo'n haatreactie krijgt? Mij doet. Ja. In het begin werd ik para, man. Ja, je nam dat gewoon persoonlijk op. Ja, persoonlijk. Maar na een tijdje dacht ik, met alle respect. Kost veel energie. Energie. Ik dacht, weet je wat, zeg maar, man. Als mijn moeder en mij en de mensen om me heen maar goed vinden, ja. En ik geniet en ik heb plezier, is niks aan de hand. Begrijp je? Nee, dat is belangrijk, man. Maar dat hebben bijvoorbeeld veel kinderen. Dan krijgen ze haatreacties en dat gaat... Gaat een beetje in hun hoofd zitten. Heb je daar een bepaalde boodschap voor een jongen, wat ze dan moeten doen? Boys, volg je dromen. Kijk daar, kijk daar. Volg je dromen. Boys, volg je dromen. Laat niemand je gek maken. Geloof in jezelf. Maak jezelf trots. Als je het einde van de dag in je bed ligt, denk je van, ay, maar die, ik ben een baas. No cap. Mooi, mooie woorden. Ja, ik ga je even een paar nummers laten horen van een paar Nijmeegse artiesten. Dan moet je zeggen waar je ervan vindt, ja? Misschien ken je ze al. Ken je die? Luister naar mijn lieve schat,
was jouw eerste indruk, bro? Dat is wel een goeie, man. Deze? Ja, naar rechts. In 3 maanden al 83k, dat is goed, man. Dat is een Nijmeegse artiest, hij is best bekend. Hoe oud is hij? Hier rechts straks toch? Ik moet gewoon rechtdoor. Ik zou hem weten, man, 24, man. Maar wat is je eerste reactie erop? Ja, is broer, ik luister alleen maar Surinaamse muziek, man. Maar hij is gewoon... Je luistert geen rap, niks? Nee, wel af en toe. Gewoon Henkie T en al die boys, man. Oh ja, trouwens, ik zie jou laatst uit filmpjes met Henkie T, man. Ja, man, is een goeie, strenge boy. Is dat Mattie voor jou, of... Gewoon, we zijn gewoon goed met elkaar, man. Oh, een band gecreëerd. Ik zat toevallig gisteren een liedje te luisteren. Volgens mij is deze jongen getekend bij hem, man. Deze keer denk ik wel. Nou, hij is goed, deze pop is goed, man. Deze is hij hard, is man. Hij is erg, hè? Hij is echt abnormaal. Ja, hij is te erg. Dit is volgens goed, hè? Hey. Ik ben nog steeds op de streets. Ik zeg eerlijk, we komen van niets. Ik ken die tijden, moest ook met de fiets. We zijn aan het runnen, hier lopen we niet. Want ik ben nog steeds op de streets. Ik zeg eerlijk, we komen van niets. Ik ben nog steeds op de streets. Ik zeg eerlijk, we komen van niets. Ik ken die tijden, moest ook met de fiets. Ik wil die papers zien, maar dan je net. Ik maak die smatje gek, ze geven me aan mijn nek. Ik ben nu aan het chillen met je tante Pet. Ik wissel wordt mijn privé, danseres en ik ben... Ik ga je nog eens laten horen van de Nijmeegse jongens. En wat vinden de Nijmeegse mensen van influence en zo? Hoe gaat het dan? Hè? Ja, die jongeren, bro. Ja. Die jongeren zijn helemaal gek op die influence. Bijvoorbeeld als je ziet wat zo'n Lexus, al die jongeren bijvoorbeeld waar ik mee werk. Die volgen de hele dag Lexus. Oh, heb je gezien wat Lexus heeft gedaan? Heb je dit, net? En zo'n Mobis bijvoorbeeld. Wie heb je nog meer? Heb je zo'n Bravo? Heb je, jij dan? Die kijken echt tegen die influencers op. Ja, dat is respect voor deze werk, joh. Thuis voor gewoon. Boys, werk gewoon, man. Dit heb ik nog niet zeker. Stel we vallen in mijn flex, yeah. Pull up in Gucci of in tech, yeah. Kijk eens hoe we race of volley check, yeah. Best in te voor het oog, ik wil hier weg. Jij was never gaande, jij was never als ons. Race of volley go to, wij gaan never voor brons. Doe wat op de fem en daarna steek ik iets doms. Doe wat op de fem en daarna steek ik iets doms. Doe wat op de fem en daarna steek ik iets doms. Constant aan het racen, stoppen pas bij 10 tons. Ze kunnen slippen, tijdjes zitten, maar de boys zijn niet dom nu. Oh yeah, oh yeah. Voel op een tag of een gag. Wil met die bescherden, bemerk of zwarte hoer. Ik ga niet onder dit doen niet. Heel de Westkoos zoek wel een flow, man. Gekke flow, gekke flow. Gekke flow, ja. Dus dat zou wel een hitje kunnen worden. Huh? Dat zou wel een hitje kunnen worden. Hoe heet hij? JNS en Seda. Dat is wel goed, man. Twee Nijmeegse. Dus even die La Rouge van jou. La Rouge is hier goed, toch? Ja, man. Zo. Hoe is het met liefde, bro? Alhamdulillah. Wat goed? Alhamdulillah. Wat zei je, heb je nog... trouwplan, kinderplan. Inshallah. Ja? Inshallah. Waarom niet? Ik merk, je praat niet graag over je vrouw en zo. Ik heb ooit gezegd, hoor. En ik moet altijd goed vragen hoe je het op tijd vrouw bent. Maar die vraag krijg je vaak binnen. Met een vriendin. Ja, of zo, met een vriendin en zo. Maar Surinaamse meisje? Nee. Ja? Nee. Wonen jullie al samen en zo? Ja, zij woont nog is op eigen huis. Jullie wonen nog apart van elkaar? Ja, man. Maar je hebt wel plan om samen te gaan wonen? Ja, ooit. Kinderen maken, trouwen enzo. Pakamos? Rustig man. No cap! No cap!
Nou is Kuske. Je weet het. Je weet het. R tot de O. Je weet het. Mr. Arco. Je weet wat het is toch? Ik heb je ooit geïnterviewd, hè? Je weet wat daar is. Hey, Bessie, hè? Je weet wat daar is. Sowieso, always. I got you. Je hey, bent geliefd in Rotterdam, bro, man. Wat zeg je, bro? Je bent geliefd in Rotterdam. Ja, weet je, ja, thanks, man. Ik doe gewoon, ja, ik vind gewoon zo klauw voor die mensen. Maar ben jij zelf, of hebben we al net over gehad, ben je een beetje gelovig en zo? Heb je geloof jij of... Amu! Hey! Amu! Wat daar? Wat zeg je? Ben je gelovig? Ja, natuurlijk, een beetje. Ja? Maar ik dit wel nu, probeer wel, het is eind van de dag, probeer ik een ding op te lezen en dan... Maar wat betekent geloof voor jou, bro? In de zin, ja, geloof, ja, ook veel. Geeft je een rust ook in je hoofd, ja? Ja? Ja. Het geeft je een bepaalde rust in het leven. Ja, dat is het. Maar mensen kennen jou van jouw filmpjes alleen maar grappig, lachen. Maar heb je ook een serieuze kant? Of, ja, serieus. Wil je alleen maar overbrengen dat je lachen bent en grappig bent? Nee, het is. Kijk, je hebt gewoon twee verschillende. Je hebt gewoon een serieuze Rarko en je hebt gewoon een spontaan. Ja. Soms is die Rarko gewoon serieus en soms is die Rarko gewoon vaker ook grappig, begrijp je? Okay, maar het is niet dat je bewust van ik wil grappig overkomen? Of, nee, ik begon mezelf toch. En vanuit daar zit ik gewoon... Maar ik hoor veel mensen zeggen, Rarko is de grappigste YouTuber, man. Serieus? Ja, zonder grap, man. Dat is die laat, man. Lexus is een beetje te laat, man. Ja. We gaan even terug naar die jongen, man. Kijk of er nog meer van. Hé, hey, waar is Lexus? Waar is Lexus nu dan? Hoe lang gaat het duren? Hij komt eraan. Ja, van niet. Hij komt. Wat moet ik hem wat gaan bellen? Bellen, bellen. Hij komt eraan. Nee, jullie zijn hier allemaal voor Lexus? Ja. Voor hem? Zijn jullie om kip te eten, bro? Ja? En voor Lexus? Kieps, krijgen jullie kip van Lexus? Weet ik niet, hoor. Kom uit Amsterdam helemaal? Haarlem, bro. Voor deze moment. Nijmegen, nou, als je kip wil gaan eten, ga naar All In Chicken Nijmegen. Samuel, je weet, dat wordt gratis eten. Ja, ja, ja. Zeg je? Jullie uit Amsterdam? Nee, man, Rotterdam. Hey, maar wat vinden jullie van Rarko allemaal? Ja, hey, waar ben je? Ik weet niet waarom die zo klein is. Ik ben kouder, man. Ja, hij is niet voor Toezani. Zie je Lexus? Waarom hij is er niet, man. Wacht even. Hij is er niet, man. Waarom met wie ben je? Ik heb even opgenomen met deze boy. Oké, rustig. Maar wat zou je nu doen dan? Ik wacht op jou dadelijk toch, dan gaan we racen. Oké, dus je wacht op mij bij... Ja, we gaan ook zo... Ja, we gaan ook iets eten toch? Huh? We gaan iets eten. Ja, is goed, maar... Oké, ik wacht even. Rij met z'n tweeën, gas. Oké, is goed. Wat zie je gaan? Fuck up, is goed, oké, is goed. Ik wacht hier op jou, ja? No cap, dadelijk. Fuck up. Is dit voor jou allemaal hier? Nee, man, het is voor Lexus, man. Je moet dit ook filmen, je moet die camera, je moet die go. Pak hem, draai hem om. Pak hem, draai hem om. Je moet die go. Haal hem eruit. Draai hem om. Fuck up. Je moet. Ja, draai hem om. Je bent vlogger, dit is voor jou, broer. Ja, wel, Rarko hier. Kijk, je moet die bro, 200 kilometer van jou gerezen, bro. Ik dacht dat Lexus is hier. Maar we gaan even een fotootje klappen. Ja, doe naar Ertel. Geen stress. We gaan eruit. R tot de O. Hij is helemaal uit Nijmegen gekomen. Hij wil een opname met me maken. Alleen maar love. Ik heb gewoon een cadeautje van die man. Ik ga hem nu openmaken. Nee, dat heeft verdiend. Nee, man. Echt. Ik bedoel, je voor mij gewoon iets voor... Oh, man. Deze man. Baggy met Boubacco. Binnenkort nieuwe vlog met deze man. Kijk maar, niffel daar, Lexus. Weet wat we doen, look in deze baggy? In deze auto. Het is een Mercedes AMG, je noemt hem toch wel. Cela. Lexus. Hoe is het super snel? Lexus, heb jij een boodschap voor de jeugd? Je ziet dat de jeugd de laatste tijd wat aan het ontsporen is. En jij bent een influencer die een goede voorbeeld is. Ik zie mezelf niet als een influencer of goede voorbeeld, maar ik probeer gewoon mijn steentje bij te dragen. Wat ik de jeugd van tegenwoordig mee kan nemen, alsjeblieft volg je eigen pad, volg je eigen route. Achtervolg niet mensen die,
die zelf niet weten waar ze naartoe gaan. Want dan verdwaal je met die persoon. Eer, respecteer, waardeer en adoreer je ouders ten alle tijden.